Kensie en dan Sek te laten. En dit wordt de eerste gele kaart in dit duel. Nou, rood. Het is geel toch, denk ik. Hè? Of zijn we even kleurenblind? Is het rood? Rechtstreeks rood? Ja, Sek moet gewoon naar de kleedkamer na 19 minuten. Refailov, de vrijheid bij Lamkelze. Lamkelze kappen. En dan toch eens trappen met links. En aangeraakt. En dus via de rug van een Kortrijks aan de hand, zegt Didier Lamkelze. En dat was dan in het strafschopgebied. Dat het geen strafschoppen was en een corner. Wat doet Christophe Dirk? Nou, wijst naar de stip. Nadat hij die eigenlijk niet had mogen opeisen, heeft nu wel als een koorknaap die bal aan Refailov gegeven. Dus strafschop tegen Kortrijk. Maar dit seizoen er dus al eentje gemist tegen Eupen. Wat doet de Israëli van Antwerpen? Hij schiet hem staalhard in de linkerhoek. En Mbokani toch Ilic op de proef gesteld. Dus deze penalty heeft voor de openingstreffer hem bereiken. Dat is in de eerste helft eigenlijk ook maar één keer gelukt. Vroeg in die eerste helft, toen het nog 11 tegen 11 was. Refailov, de goede pass met het hoofd van Mbokani. En opnieuw is er naar de stip gewezen door Christophe Dirk. Penalty nummer 2 voor de Great Old. Maar de Israëlische middenvelder die voelde het en ging dan ook slim liggen. En dus een tweede strafschop. Niet voor Refailov, wel voor Mbokani op zoek naar zijn negende. Maar Ilic stopt hem. Ilic dacht al even, het is toch niet waar. Hier komt die hoekschop en dan gaat hij wel binnen. En dan is het makkelijk binnenknikken voor de Franse centrale verdediging. Hadden al 45% van hun doelpunten op die manier geslikt. 30% ook via strafschop. Selemani met de voorzet. En meteen de aansluitingstreffer. En Le Marchand. Le Marchand nog een beetje in de euforie van zijn goal. Maar ook Ongla weet niet goed wat er in zijn rug gebeurt. En Selemani en Ongla straffen dat af. 42% dus voor Antwerpen. Selemani weer een bal richting Gano. En deze keer bestaat er geen twijfel. Selemani en dan Badamozi die het luchtduel wint van opnieuw Hongla. Die zich daar echt niet kip lekker voelt op diep. En dan geen overtreding vindt de scheidsrechter. De laat zet de Badamozi reglementair weg. En Lamkelze moet scoren. Hij gaat scoren. Didier Lamkelze kan een derde keer scoren. Maar we moeten dus met een afwachtende houding over scoren. Hongla mag verder. Er is wel iemand blijven liggen bij Kortrijk. Lamkelze speelt de bal niet buiten bij Antwerpen. Wel nog een prachtige goal van Birger Verstraeten. Een geweldige pegel van op 25 meter. Die duikt ernaast. Het is niet perfect in de hoek. Scheidsrechter Dirk maakt er een einde aan. Antwerpen wint dus voor het eerst in een maand.